Frans Bauer heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om af te vallen en is al 20 kilo kwijtgeraakt. Hij benadrukt dat dit geheel op eigen kracht is gebeurd, zonder gebruik te maken van dieetpillen. Echter, oplichters hebben nepadvertenties gemaakt waarin wordt gesuggereerd dat hij zijn gewichtsverlies te danken heeft aan dieetpillen. Dit heeft Frans ertoe aangezet om juridische stappen te overwegen om zijn imago te beschermen. Juridische stappen. Frans Bauer en zijn manager onderzoeken momenteel welke juridische maatregelen ze kunnen nemen tegen de misleidende advertenties die zijn foto en interview misbruiken om afslankpillen aan te prijzen. Frans benadrukt dat hij niet betrokken is bij dergelijke advertenties en zich niet leent voor dit soort praktijken. Hij heeft in het verleden wel reclamespotjes op televisie gedaan, maar alleen voor producten waar hij volledig achter staat. Gewichtsverlies op eigen kracht. Frans Bauer wil duidelijk maken dat hij zijn indrukwekkende gewichtsverlies volledig op eigen kracht heeft bereikt, zonder enige hulp van dieetpillen. Hij is vastberaden om door te gaan tot hij zijn streefgewicht van 82 kilo bereikt, zijn gewicht van vroeger. Hij heeft dit doel gesteld door middel van training en een bewuste dieet, wat tot dusver effectief is gebleken. Hij wijst erop dat hij tijdens een moeilijke periode begon te emoëten vanwege de gezondheidsproblemen van zijn vrouw Mariska, maar dankzij zijn inspanningen voelt hij zich nu weer prettiger en gezonder.